Ik heb steeds gezegd dat ik blij was met de PVV in het kabinet. Ja, omdat ik ook vind dat er iets heel erg moet gebeuren aan het asielgebeuren. Aan het asielbeleid, ja. En jullie en ik, we hebben steeds met elkaar gedacht, gaat dat de PVV wel lukken? Want die wilden echt van dik hout samen planken in de oppositie. En toen hebben wij steeds gedacht van nou, krijgen ze dat er wel door in het kabinet? Hè? Dat zal wel een beetje halfbakken worden, dat nieuwe asielbeleid. Maar nee, vrienden, wat zien wij nu? Het regeerakkoord net uit. En ik ben gewoon verrast. Ja, ik ben echt verrast. Ik doe even zo voor de PVV. Nee, deze zag ik niet aankomen. Echt niet. De PVV, die heeft gewoon die andere partijen, de BBB en de NSC, nog belangrijker, en VVD, meegekregen in hun plannen over asiel. Want dat was hun speerpunt. Daar moest het op gebeuren. En daar gaat het nu ook op gebeuren. Want heb je al die, ik ga ze niet eens allemaal opnoemen, al die maatregelen die er nu komen. Dat is ongelooflijk. Ja, ik bedoel, zelfs statushouders, die krijgen geen voorrang meer bij woningen. Nee, die moeten gewoon een kamer op. Ben je vervelend of heb je iets te veel je niet gedragen in Nederland? Dan ga je weg. En ze gaan bij de grenzen gaan ze ook controleren. En er zijn enorm, je kan niet opnieuw aanvraag doen voor asiel. Eén keer gedaan, niet nog een keer weg. Het gaat zomaar door. Hele streng. En ze gaan ook voor een opt-out, net als Denemarken. Gaan ze naar Brussel? Ja, wie zegt dat het ze niet lukt? En niet... Dit geeft heel veel vertrouwen. Dit asielbeleid. Dit heeft Nederland echt hard nodig.